Het werk is uitdagend, niet te onderschatten en van eminent belang. Zo typeert Sylvia van der Kooijen, onderdirecteur Quality Care Thuiszorg, het werk als zorgwerkend personeel. Wereldwijd wordt elk jaar van 10 tot en met 21 oktober aandacht besteed aan zorgwerkend personeel. Desondanks is er volgens Van der Kooijen nog heel veel onbekendheid over dit beroep. Omdat in mijn optiek er toch nog te weinig bekend is, in dit geval over de thuiszorg en wat wij doen. Het geeft ook een vorm van waardering aan het verplegend en verzorgend personeel. Het is volgens Van der Kooijen belangrijk aan te geven hoe intensief het werk van zorgwerkend personeel is. Je kan een ziek persoon niet gewoon aan zijn lot overlaten. Op dat moment komen wij in, meent Van der Kooijen. Niet iedereen kan heel lang in het ziekenhuis verblijven. Als er geen thuiszorg zou zijn, zou het kunnen zijn dat mensen verwaarloosd raken. Of dan de mantelzorgers, denk aan familie, vrienden, buren, overbelast raken. Want het is best wel intensief om iemand de nodige zorg te geven. Dus vandaar dat wij toch wel heel erg belangrijk zijn. Van der Kooijen is van mening dat de bewustwording op gang gebracht kan worden als meerdere zorgkundige klinieken het tot hun prioriteit maken themaprojecten uit te voeren.